Jullie kijken naar een nieuwe video en ik heb vandaag voor jullie eindelijk mijn make-up stash. En ik heb al een paar keer vragen aan gekregen, maar ik vergat heel de tijd om aan te nemen. En dus ik heb vandaag voor jullie mijn make-up stash. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. En eventjes een disclaimer, ik wil niet opscheppen met de hoeveelheid make-up ik heb. Ik heb niet veel, ik heb niet weinig. Maar ik vind het gewoon heel leuk om te hebben en ik krijg het ook heel erg veel voor mijn verjaardag en dat soort dingen. Dus laten we maar gewoon beginnen met de video. Nou, als eerste zou ik beginnen bij mijn make-up tafel. Dat is hier bij mijn raam, want daar heb je het beste licht. En het staat hier tegen mijn bed op, dus ik moet het zo hier op de rand van mijn bed zitten. Maar ik raak er wel aan gewend en soms plaats ik dit naar mijn bureau toe, dat ik daar kan opmaken. Maar meestal naar school maak ik me hier gewoon op. En ik zal eventjes hier kort doorlopen wat hier allemaal op staat. Als eerste heb ik hier gewoon mijn kwasten. En dit ding komt van de IKEA. Het is een heel fijn, kwastenhouder ding. Heel veel YouTubers gebruiken zo'n ding. En het is super handig. En ik heb hier heel veel verschillende kwasten in zitten. Ik heb een aparte video over gemaakt, maar er zijn wel een paar kwasten bijgekomen. Zo wordt deze highlighter brush van Etos. Maar ik heb voornamelijk heel veel kwasten van Essence. Bijvoorbeeld deze blush brush. Deze. En nog heel veel meer. Ik heb ook een paar van de HEMA. Ik heb van Kruidvat eigen merk. Dus van die professionele kwasten. Dat zijn deze bijvoorbeeld. En nog wat kwasten uit Schotland. Van 17 bijvoorbeeld. Deze kwast. Dit is mijn bronzer kwast. En nog veel meer kwasten. Maar ja, dus dit. Dan staat hier mijn dagcreme. En deze is van Kruidvat. Dit is de Fresh. Dan staat er mijn spiegel. Deze is de spiegel, komt van de Senos. Ik vind het een mooie kleur, maar ik denk dat ik wel een andere kleur wil. Want ik vind het niet echt bij mijn kamer passen. Want alles is paars hier. Ik ga binnenkort misschien wel mijn kamer verven. Maar hier liggen oorbellen. Die heb ik dit vandaag toevallig dit in. En mijn beauty blender. En deze komt van de H&M. En deze is echt super fijn. Hij is super zacht. En zo. Dus deze. Ik ga kijken wat het om mijn concealer mee aan te brengen. Dan gaan we een stukje verder. En dat is dit make-up kastje. En dit make-up kastje is van de Primark. En hierop ligt nog deze wimpercolor van Kiko. Die is heel fijn. En nog zo'n elastiekje ding. Ik zal beginnen bij de onderste la. En hier zitten gezichtsproducten in. Ik heb hier als eerste dit blush palet van Kiko. Super mooie kleur. Deze poeder van Catrice. Ik heb hier twee highlighters in zitten. Want ik mix heel vaak. Want eentje is best wel heftig. En de andere vind ik een mooiere kleur. Ik heb als eerst deze highlighter van Miss Lynn. Dus de Glow Forward Strobing Highlighter. Super mooie gouden highlighter. En deze van Kiko. En dit is een hele mooie coole highlighter. Zoals je ziet. Het is een hele mooie kleur. Het is een kleur 50. En dit is eigenlijk een oogschaduw. Maar deze gebruik ik als een highlighter. En die mix ik heel vaak. Dan de bovenste laag. En hier zitten mijn andere producten in. Als eerste heb ik hier een Baby Lips. Een lipbalsem van Kruidvat. Met een ananasje natuurlijk. Ik hou van ananasjes. En een wenkbrauwgel van Essence. Een concealer van Catrice. Deze ga ik echt elke dag. Hij is echt super fijn. Het is in de kleur 020. Deze mascara van Catrice. Dit is de Rock Coater Extreme Volume Mascara Waterproof 24 Hours. Dit is een hele fijne mascara. Dat is eigenlijk alles wat in dit bakje zit. Dan de plek waar echt allemaal make-up staat. Dat is dit kastje. Dit is een heel mooi kastje van IKEA. En hierbovenop staan nog een paar dingetjes. Dus zal ik even laten zien wat er allemaal op staat. Als eerst heb ik hier gewoon wattenstaafjes. Want het is altijd wel handig om make-up mee te verwijderen. En een prullenbakje. Deze is van de Senos. Het prullenbakje is van de Action. Ja, dit wattenstaafje bakje ding. Dan heb ik hier al mijn lipsticks. En deze zijn van verschillende merken. Ik heb namelijk heel veel lipsticks van Essence. Dit zijn de kleuren die ik van Essence heb. Een hele mooie kleuren. Dan heb ik nog twee lipsticks van Essence. Dit is van de Velvet Matte collectie.
Dat is 07. En dit is nog een limited edition van de kerstcollectie van 2016. Van 2015. Of van 2016. Het is een beetje dezelfde kleur als 12 plus maar lips die ik ook heb. Dat is deze. Dus stel je wilt deze kleur, dan moet je die aanschaffen. Het zijn ook hele twee fijne lipsticks. Nog een keer een lipstick van Estée Lauder. Ook een super mooie kleur. Ik heb hier ook nog een lipstick van Kiko in zitten. Deze gebruik ik ook best wel veel. Een mooie kleur. Ik heb hier ook nog een lipstick van Miss Helen in zitten. Dit was vroeger mijn favoriete lipstick. Geen idee waarom. Het is echt een super lelijke kleur, maar ja. Ik vind het mooi nodig. En mijn enigste rode lipstick van Manhattan. Super mooie kleur. En dat zijn eigenlijk al mijn lipsticks. Dan gaan we nu verder naar de laadjes. Dit is een helmenkastje trouwens. En de ladenverdelers zijn ook van de IKEA. Dus laten we maar beginnen bij het bovenste laadje. En daar zitten al mijn gezichtsproducten in. Nou, dit is wat er in het eerste laadje zit. En ik heb hier dus al mijn gezichtsproducten. Hier heb ik allemaal poeders en zo. Ik zal even laten zien wat ik allemaal heb. Ik heb als eerst twee poeders. Hier twee poeders. Ik heb eentje van mijn Sporty en eentje van Essence. Dan heb ik hier een Max & More Person Powder Foundation. En een Colory Blush van NRC. Ik heb hier een bronzer van Sleek. Dat is echt super grappig. Kijk. Dus dat. Dan heb ik er een highlighter in zitten. Dit is mijn echt een hele mooie highlighter. Deze gebruik ik ook echt heel vaak. Een super felle blush. Van iets van de feestwinkel. Dat is echt super fijn voor carnaval ofzo. Want deze zou ik echt nooit overdag dragen. En verder heb ik hier nog een Colory Blush van Essence. En nog een Hema Blush. En twee van Catrice. En twee van de Action. En nog eentje van Catrice. En deze heb ik heel vaak gebruikt. Zoals je ziet. Dan het vakje hiernaast. En dan heb ik hier al mijn concealers in dit tijd. Ik heb niet heel veel concealers, want ik heb het niet echt nodig. Want ik heb gebruikt maar één concealer elke dag. Ik heb hier als eerste een concealer van de Big Bazaar. Action. Mind Magazine. Ik heb een keer bij zo'n tijdschrift. En deze van Essence. En deze gebruikte ik vroeger altijd. Wie gebruikte vroeger deze niet? En nog een Catrice Cosmetics Cream Concealer. En ik heb hier nog wat palettes. Ik heb als eerste dit palet van S van de Action. Ik gebruik het wel af en toe deze is gebroken. Dus ik heb het niet zo vaak gebruikt, maar hij is kapot gevallen. Een backup van mijn Catrice poeder. En nog twee gezichtspaletjes dingen. Van eentje van Essence en eentje van W7. En hierachter heb ik nog een mousse foundation van Essence. Een Nivea Men. Een spiegeltje, mijn oude beauty blender en nog een kabuki kwast. En ik heb hier al mijn oogproducten in zitten. Ik heb als eerst hiervoor wat oogschaduwpaletten. Ik heb hier deze van W7. En ik heb drie chocolate palettes van Makeup Academy. Deze zijn echt super fijn. En gebruik ik ook heel vaak. En ik gebruik meestal dit palet. Dit is super mooi met heel veel nude kleurtjes. Deze ga ik het liefst. Dan heb ik hier wat kleinere oogschaduwpaletjes. Ik heb hier eentje van Essence. Een Rimmel. En nog eentje van Essence. Ik heb ook nepwimpers. Geen idee waarom dat ik het heb. Ik heb het een keer gekocht. 2 jaar geleden of zo. Ik heb ze nog nooit gebruikt. En 2 paletjes van de Action. Wie heeft natuurlijk niet die koffie? Wie heeft die paletjes niet? Een Essence paletje. Deze gebruik ik vroeger echt super vaak. En die gebruik ik. Er zitten heel veel mooie roze kleurtjes in. Dan nog een palet van Essence. Dit kennen jullie denk ik ook wel.
En natuurlijk het Makeup Academy uit Undressed Me 2 palet. Dit is echt mijn favoriete palet. En deze is echt super fijn. Dan heb ik hier naast wat random producten, zeg maar. Als eerst heb ik hier twee oogschaduwbasis. Eentje van de Etos en eentje van Essence. Dan heb ik twee mascara's. De Rocket Mascara van Maybelline vind ik heel fijn. En deze van Essence vind ik ook heel fijn. Ik gebruik deze alleen nooit omdat deze niet waterproof zijn. Verder heb ik er nog een eyeliner in zitten van Essence. En dan verder allemaal random oogpotloodjes en lipliners. Maar dat is niet zo heel bijzonder. Dan hierachter heb ik nog een extra wimpercrullen. Deze is van Big Bazaar. En een puntenslijpertje. Dat vind ik heel handig. En zo'n reserve ding voor mijn wimpercrullen. En ik heb hier al mijn mono oogschaduwtjes. Ik gebruik dit niet super vaak. Maar voor op vakantie vind ik het wel fijn. Of je niet zo'n heel palet mee te nemen. En ik heb er heel veel verschillende. Ik heb er eentje van de Sporty. Etos. Kiko. Essence. Nog meer van Essence. En ik heb nog zo'n cream eyeshadow van Makeup Studio. Dan de volgende. Dan mijn laatste make-up lade. En hier zitten al mijn lipproducten in. Ik denk dat ik hier wel het meeste van heb. Ik heb hier nog wat overige lipsticks. Ik heb er twee van de Action. En nog twee van de Action. Deze zijn wat nieuwer. Een UV lipstick. Dit is zo'n glow in the dark lipstick. Ik krijg uit voor een feestje. En een lipstick. Deze wil ik niet wegdoen. Want deze heeft mijn moeder gedragen met de bruiloft. Dus er zit wel een betekenis achter. Maar ik gebruik het nooit. Dat zijn dit. Dan heb ik hier nog allemaal lipproductjes dingetjes. Als eerste heb ik hier nog zo'n lippalet. En van 17 het All Out Pout palet. En hier zitten lipproducten in. Lipkleuren. Ik gebruik meestal deze kleur. Als ik dit gebruik. Dan heb ik hier dus allemaal babylips. Ja, je kent ze allemaal wel. Ik zal even mijn favoriet eruit halen. Dat is deze van deze. Dit is Mint Candy. Dit is een limited edition. Een electro babylips. Dit is Blackberry. Berry Bomb. Orange Bus vind ik ook echt heel fijn. Deze is ook limited edition volgens mij. Verder gewoon de normale lijn, zeg maar. En ik heb hier nog wat lipsmackers. Ik heb Chupa Chup. Hoe heet het? Pepsi. Gewoon een Coca-Cola natuurlijk. En een Jelly Bean lipsmacker. En dan heb ik hier al mijn potjes lippels. Er zijn echt heel erg veel, want ik krijg echt heel erg veel. Van mijn moeder kent hier om zo'n uiltje. Zo'n heel schattig uiltje. Ja, ik vind hem wel cute. Dan heb ik ook zo'n soort, maar dan in een eend. En ik heb die ook in een cupcake vorm. Want wie heeft het niet? Ik gebruik het alleen nooit. Een lipbalsem van de Action. Dit is zo'n soort van Eos. Dan van de Action. En dan heb ik hier ook nog gewoon drie. Dit zijn mijn drie echte Eos lipbalsems. Ik heb Strawberry Sherbet, Blackberry. Nee, Berry Bomb. Ik weet even niet hoe die heet. Dit is Lemon Twist. Dit is mijn favoriet. Dit is iets van Blackberry Bomb of zo ook zoiets. En dit is iets van Blueberry Acai. En ik heb deze twee bij de Urban Outfitters gehaald. En deze bij de Douglas. Ook nog zo'n lipbalm van W7. Super fijn. En ik heb hier achter ook nog wat dingetjes. Ik heb hier de lipscrub, bubblegum lipscrub van Lush. En ik heb hier echt een kapotje in die van Casuel. Dit heb ik gebruikt vroeger echt altijd. En lip butter van Labello. En dit is ook zo'n soort idee. Dit is een andere. Dit is een donut. Deze gaat echt super lekker. En ik heb hier achter nog een make-up tasje zitten. Met allemaal spiegeltjes. En ik moet natuurlijk ook deze doen. Want het zijn mijn favoriete dingen.
Ik heb hier als eerst twee NYX soft matte lip creams. Deze vind ik echt super fijn. En ik zal deze zeker iedereen aanraden. Ik heb in de kleur Stockholm. En ik heb hem in de kleur Milan. Dat zijn dus de twee kleuren die ik heb. Zijn echt super fijn. Deze is wat feller. Deze is best wel wat heftig. Best wel een kleur die ik in de zomer zou willen dragen. En dit is een super fijne kleur. Deze heb ik graag echt heel vaak. En dit is de Stockholm. En dit is een wat naturellig kleurtje. Dat is deze. Dan heb ik hier deze lipgloss van Essence. Deze vind ik ook echt super fijn. En dat is een Essence Lip Candy's Beautifying Lip Care. Dit is echt een lipgloss die ik heel veel gebruikt heb. Maar ja, ik gebruik hem nu bijna nooit meer lipgloss. Deze gebruik ik ook nog wel eens. Deze is een NYC Liquid Lip Stain. Dit is echt een waterachtig product. Dit is ook best wel een heftig kleurtje. En dit trekt echt in je lip en blijft heel de dag zitten. Een super luxe lipglossje. Dit is echt een kleurtje die ik vroeger altijd draagde. En nog zulke tubetjes. Natuurlijk. Ik heb er eentje van Maybelline. Essence. Dit is de lipgloss die ik vroeger echt altijd draag. Dit is van NYC. En eentje van Essence. En ik heb hier nog een lipproduct van Max Factor. Deze gebruik ik echt nooit. Het is een super lelijke Barbie roze kleur. En ze is niet een mooie kleur. En hij gaat niet van je lippen af. En dus deze ga ik niet swatchen, want dan zit ik nog met die vlek. Dus dat zijn dit eigenlijk al mijn lipproducten. Het zou best kunnen, want het licht nu een beetje anders is, maar de zon is een beetje aan het draaien en zo. Ik weet nog wat ik aan het doen is. Maar dit was dan mijn make-up stash. Sorry dat het hier wat lang is geworden. Maar ik heb gewoon veel te laten zien. En ik hoop dat je het wel leuk vond om te zien. Als je deze video leuk vond, vergeet dan niet om deze video een blauw duimpje omhoog te geven. Hier beneden kan je abonneren op de rode abonneerknop. Daarnaast zit een belletje als je bent geabonneerd. Daar moet je op drukken, want dan krijg je elke keer een melding. Als ik een video geüpload heb, dat is wel echt super handig, want ik heb geen vaste uploaddag. Dus dan kan je zo snel mogelijk mijn video kijken. En in de volgende video heb ik de 10 duimpjes omhoog gehad. En dan gaan we in deze video weer proberen. Dus lukt het jullie, dan ben ik heel blij daarmee. En ik heb bijna de 220 abonnees. Echt super cool. En ik ga de laatste tijd gewoon echt super snel. En zorg dat ik een beetje snel praat. Maar wat voor video's willen jullie nog zien? Willen jullie een morning routine? Willen jullie een skincare routine? Willen jullie een DIY? Willen jullie een musical.ly video? Let me know. Al mijn social media accounts staan ook in de beschrijving. En laat ook een leuke comment achter, want misschien reageer ik daar wel op. En ik hoop dat je deze video leuk vond verder. En dan zie ik je heel graag weer in de volgende video. Doei doei!